Studenten in Nijmegen kunnen goedkoop en duurzaam een nieuwe outfit scoren op de Han Campus. De Han Green Office organiseert hier een thrift shop event om de jongeren kennis te laten maken met tweedehands kleding. Een pop-up thrift store op de Han Campus in Nijmegen. Studenten en medewerkers kunnen 2 dagen lang hun garderobe updaten met leuke tweedehands kleding. Voor maximaal 4 euro neem je een kledingstuk mee naar huis. Niet alleen fijn voor de portemonnee, maar ook nog eens duurzaam. Natuurlijk, we doen het als eerste om duurzaamheid in het daglicht te brengen op een leuke manier. Dat is natuurlijk wat wij voornamelijk willen. Op een informele manier studenten kennis te laten maken met de duurzame ontwikkeling. Maar eigenlijk kan je hier ook kleren kopen voor een hele degelijke prijs. Dus zeg, een broek is 2 euro, een t-shirt is 1 euro, een jasje is 3 euro. En al het geld dat we ophalen, dat brengen we naar het goede doel. Of dat wordt eigenlijk rechtstreeks gedoneerd aan het goede doel. En dat is schonekleren.nl. De kleding die te koop is, wordt door studenten zelf gedoneerd. Studenten die gaan eigenlijk thuis gewoon in een kledingkast kijken van hey, wat voor kleding draag ik eigenlijk niet meer. Want zoals jij waarschijnlijk ook weet, zijn er een hele hoop kleren waar je geen gebruik meer van maakt. Die kunnen ze dan inleveren, een paar weken lang. En vanuit daar gaan we eigenlijk alles sorteren, kijken welke kleding nog goed is. En die kunnen studenten dan weer shoppen. Tweedehands shoppen heeft veel voordelen, weten ook studenten Kate en Lisette. Ik vind het gewoon leuk dat je eigenlijk bijdraagt aan een duurzame wereld. Er zijn spullen die mensen al gebruikt hebben. Je kan het toch een tweede leven geven. Er hangt echt van alles en nog wat tussen. Dus voor ieder wat wils eigenlijk. Ja, niet eens per se tweedehands shoppen denk ik. Maar ook gewoon de kleding die je dan weer tot een eigen kledingstuk kan maken. Ik denk dat ook wel echt heel erg leuk is. Ook gewoon oude stukken die je misschien niet zelf zou dragen. Gewoon omleven tot een nieuwe wereld. Op die manier hopen de studenten dat duurzaamheid wordt gezien als iets positiefs. We merken natuurlijk wel bij studenten dat er een stigma heerst. Vaak wordt duurzaam gezien of duurzaamheid gezien als minder, minder, minder. Dus je mag geen vlees meer eten of je moet per se met het OV komen of met de fiets komen of noem zo maar op. En wij willen eigenlijk op een informele, leuke manier studenten kennis laten maken met wat duurzaamheid nog meer inhoudt. En voor een beetje inspiratie zijn een aantal paspoppen gestyled. Ja, we dachten we gaan een beetje voor een face look. En we hebben dat wat hulp gekregen van mensen hier die hier voor de poppen zijn. De wilde look. Ja, hij heeft ook een leren box aan. En het is een man, maar dat maakt niet uit. En een leuk tasje. Ja. Dat kan ook. Ja, zo geven mensen een beetje inspiratie die hier rondlopen voor de wilde look.